look. Naar Droomspiegel Instructie TV. Mijn naam is Juf Amber en vandaag krijgt groep 7b instructie over werkblad 3. En dat is spelling over het bezittelijk voornaamwoord. Voordat we gaan beginnen, krijg je een zin van mij. Maar daarvoor heb je wel nog wat spulletjes nodig. Pak je werkblad erbij met op de achterkant het lijntjespapier en je pen. Druk op pauze zodat je het kan pakken en daarna druk je weer op play. Zit je er klaar voor? Dan heb je deze zin. Namelijk, Guus leest een boek over struisvogel. Ik wil dat je opschrijft de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde, het onderwerp en het leidend voorwerp. Druk op pauze zodat je het allemaal kan invullen en druk dan weer op play als je klaar bent. Oké, is het gelukt? Gaan we starten met de persoonsvorm. De persoonsvorm vind je natuurlijk door of de zin in een andere tijd te zetten of hem vragend te maken. Maak je hem vragend, is het leest Guus een boek over struisvogels. Maak je hem in een andere tijd, is het Guus las een boek. In beide gevallen is leest natuurlijk de persoonsvorm. Het werkwoordelijk gezegde waren alle werkwoorden in een zin. In het geval van deze zin is er maar één werkwoord en dat is leest. Dus leest is zowel de persoonsvorm als het werkwoordelijk gezegde. Het onderwerp, hoe vond je die? Wie of wat leest een boek over struisvogels? Dat is natuurlijk Guus. Dus als het goed is, is Guus je onderwerp. En als laatste het leidend voorwerp. Het leidend voorwerp vond je door wie of wat plus de persoonsvorm plus het onderwerp. Wat leest Guus? Nou, Guus leest een boek over struisvogels. Dus een boek over struisvogels. Over struisvogels. Is je leidend voorwerp. En zo heb je de zin helemaal uit elkaar gehaald. We gaan nu kijken naar het werkblad. Dus draai je blaadje weer eventjes om en pak werkblad 3 voor je. Dit is werkblad 3 en zoals ik al zei, het gaat over het bezittelijk voornaamwoord. Dus kijk het instructiefilmpje over het bezittelijk voornaamwoord. En dan kan je eigenlijk meteen opdracht 1, opdracht 2 en opdracht 3 maken. Wat belangrijk is bij opdracht 3, is dat je eigenlijk de regels die we net hebben herhaald over de persoonsvorm, over het werkwoordelijk gezegde, maar ook over het onderwerp en het leidend voorwerp, weer erbij pakt. Want daar gaat opdracht 3 over. Dat was je werkinstructie voor het werkblad. Nu alleen nog het dictee. Gaan we naar het eerste woordje. Druk weer op pauze nadat ik het eerste woordje heb gezegd, want ik heb er een beetje vaart in. Eerste woordje van het dictee is de koloniën. Het tweede woordje is Zuid-Afrika. Het derde woordje is het hyenaatje. Zin 1 is de zebra heeft gegraasd. En zin 2, en dit is de laatste zin van vandaag. Sinds wanneer verandert de temperatuur van onze planeet? Heb je hem opgeschreven? Gaan we hem nu nakijken. De koloniën. Ko, lange klank. Dat betekent dat je een stukje van de O weghaalt. Bij lo is dat natuurlijk precies hetzelfde. Want ook lo is een lange klank. Dus jij haalt een stukje van de O weg. Als laatste is koloniën het trema meervoud. Maar dan wel weer die aparte categorie dat bij koloniën alleen de trema erbij komt. Zuid-Afrika. Heb je hopelijk met een hoofdletter geschreven. Zuid is een langer maakwoord. Je hoort niet of het met een D of met een T wordt geschreven. Dus dat betekent dat je hem langer moet maken en het wordt zuidde. Koppelteken. Ik schrijf er maar een klein stukje onder, want anders zie je hem niet meer. Afrika is een lange klank. Dus dat betekent dat je een stukje van de A weghaalt.
Free is een kilowoord. Je hoort IE, maar je schrijft alleen de I. En Afrika is weer een lange klank. Dus je haalt een stukje van de A weg. Als laatste, jenaatje. Jenaatje is natuurlijk een verkleinwoord. Met een lolly. Dan nog de ho. Moet ik niet ergens anders op klikken? Lange klank. En wat ik al zei, het is een verkleinwoord. De zinnen, die staan er voor je. Die kan je gewoon voor jezelf nakijken. Heb je een foutje gemaakt? Verbeter jezelf dan 3 keer. Heb je meer instructie nodig? Ga dan naar het YouTube-kanaal voor extra instructies. Blijf jezelf, blijf gezond en tot snel. Doei!